Pacific Reactor near Seattle. We have unconfirmed reports. CDC has ordered an evacuation of all non-essential personnel within a 5-mile radius. The National Guard has begun distributing potassium iodide tablets. This is coming in live. It is raw footage, appears to be some kind of statement from the KVA leader, Hades. My fellow citizens of the world, today, you are afraid. You are afraid because you have been woken from your sleep. There are some days we never forget. Moments burned into our memory until the day we die. Where were you the day everything changed? 4 years ago, one man tried to destroy our way of life. One man tried to throw the world into darkness. It felt like we could never find our way back. But we did. Together. When you were vulnerable, we gave you our strength. When you were sick, we delivered you the cure. When there was chaos, we brought you order. Stability. Safety. A chance to start again. Who are we? We're the way forward. Welcome to Detroit! 2.5 million people live in camps just like this one. No fucking holiday. But they got food, water, security, all courtesy of Atlas. Now, the KVA have the balls to move in next door. Fuck me. Welkom in Detroit. Welkom bij port 5. Ik wilde bijna zeggen 4, jongens. Welkom terug bij de campaign mode van Call of Duty Advanced Warfare. Geniet, laten we goed luisteren en welkom terug. KVA doesn't take a break, neither do we. Copy that. They were gonna start moving people back in next month. Then the KVA showed up, now everything's on lockdown. They're protecting our target. We still locked in on him? Dr. Pierre Danois, he's in the Midtown Hospital. We're green. 4 years of hunting down Hades and his right-hand man. Fuck, heb je dan een fiets als je in een tentenkamp woont met een hek eromheen? Wat is dat voor rare... Oké, dat zal iets voor vragen zijn ofzo, voor als die buurtbewoners vragen hebben, maar... One second, Captain. Scanning for isotopes. Please wait. What the hell are the KVA doing in Detroit, boss? An empty city without police or eyewitnesses. Good place to hide something. Or someone. Clear. Look out there. Wat deed jouw mond? Okay, it's all. Bikes are prepped. Timeline is locked in. All right. Saddle up. Vet, de eerste aanraking met het voertuig. Keep it on autopilot. Bravo 2-1. Dr. Danois is holding position at the hospital. Clock's ticking.
Copy, Prophet. Hitting checkpoint blue in 5. Remember, capture only. We need him to find Hades. Roger. Bravo out. Name and order number. Gideon, order 5527. Hold on. Got 4 operatives on bikes heading in. Mission order 5527. Okay, you're good. Wat een superfuckers, hè? Jezus! Nou, gaan we dan. Dit is net de laatste, volgens mij. Prophet, Bravo 2-1. Moving past phase line delta. Stay locked up. Can't believe this is Detroit. It hasn't changed that much. Dit is heel vet, moet ik toegeven. Wat een vette stijl hebben ze hier. Het is er opeens met de Call of Duty studio aan de hand, jongens. Prophet, Bravo 2-1 at link-up point. Stand by. Standing by, 2-1. Mitchell and I are taking the north side. You two are south. RV on Bait Street. Roger that. ISR detecting movement. Northwest at 100 meters from your position. We'll keep our heads on a swivel. Oké, wij blijven bij elkaar en hun twee gaan die kant op. Helemaal prima. Wat een stijl hier. Wat is er aan de hand met het spel? Spelen Call of Duty of nieuwe Uncharted? Clean up vehicle ahead. No one's supposed to be in this sector. Watch your ROE. Maintain stealth. Ik vind het gewoon ook echt super leuk om te doen dit. Dit is die stijl waarvan ik hou. Het is een soort thriller-adventure-achtig iets. En niet first-person shooter, Call of Duty iets. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik ga er veel te diep op in. Checkpoint blue. Moving through the school. Copy. We're tracking you. Ja, dit is echt heel goed gedaan. Dit is echt heel goed gedaan. Dit is gewoon next gen. Simpel. Wow! Überhaupt dat licht het nog deed in deze sector waar geen stroom is. Operating under disguise. There could be more of them than we thought. Oh man, oh man. Mitchell, hoe kan je dit doen, hè? Hoe gevoelloos ben je? Get the door. Het is heel realistisch. Kijk even hoe dat helemaal bleek is geworden en hoe die aderen zijn opgezet. Mitchell. Nou goed, ik laat te erg afgeleid door dit. Niemand te bekennen. This way. Oké.
doen die gasten daar dan? Ze horen daar helemaal niet te zijn. Mitchell, hold tight. I'm trying to get down to you. Bollocks. If you can, push to the south side. Link up there. En daar ben ik dan. Alleen. Het zal niet, hè, jongens. I'm seeing a lot of movement. Stay hidden. Thanks. Ik heb tenminste een gun nu. En dat is waar het om gaat, hè? Ik heb een gun nodig. Fuck hun allemaal. Oké, dat had hij ook nooit zien aankomen, die gast. Oké, daar moet ik heen. Daar kom ik vandaan. Daar kan ik niet heen. Dus ik zal hierheen moeten. Oh, mannequins. Jongens, jullie weten hoe ik hiervan hou, hè? Dit is echt mijn ding. Ze weten het, hè? Dat gamers dit creepy vinden. Precies daar gaat er zo'n... Wow! Kippenvel in mijn nek. Fucking hell. Oh man. Wat is dat toch? Die poppenangst. Ik weet echt niet hoe ik daaraan kom. Ik vind het echt verschrikkelijk. En ze krijgen het gewoon voor elkaar om het te laten schrikken erdoor, hè. Loop ik dan met mijn flashgranate? Ik heb echt idee... Wow, dat bedoel ik! Elk moment gepakt kan worden. Motherfucker! Hier, bitch! Oh. Oh, wat grof. Maar goed, die gast, ik ben nou benieuwd waarvoor ze werken, maar ik denk voor die slechterik. Oké, daar moet ik heen. Oké, hier kan ik niet meer heen, dus ik ga er gewoon heen. Mitchell, down here. Over here, Mitchell. Yo. We were compromised. Patrol, up ahead. Need to accelerate our timeline. Get ready to drop him. On you. More on the way. Kick it off. Dat is gewoon een puppy of zo. Dat is fucking sneu, maar goed. Daar moeten we niet aan denken. Grenade naar je kop. Oké, geen intel hier, nope. We gaan er gewoon op de enemies focussen. Oké, hij loopt daar al. Zijn ze daarboven? Ik denk dat mijn grenade hier heeft uitschakeld. Wow! Ik zie wel intel.
flikker die gast. Hij had me bijna weer, hè? Doe je ding, doe je ding. Nice, boom. Tegelijk. Wow, 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 die grenade, dat ging net goed. Wat deed ik nou? Laat ik hem los, dat is zonde. Ze gebruiken allemaal dezelfde guns, die mafketels. Maar goed. Wat is dit? Niks meer te vinden hier? Nope. Oké, dan gaan we snel verder. Vette shit, wow, nog meer. Checkpoint reach, doen we lekker jongens, doen we lekker. Allemaal down, oké, nice, we gaan verder. Vet gemaakt dit jongens, wat een level design hè. Dit is echt wel heel mooi hoor. Het zit ook goed in elkaar, merk je. Het voelt realistisch, het is net alsof het een echt gebouw is. Niet, oh dit is een spel. Oh, ga ik toch nog dood? Wat slecht door die laatste guy die volledig fout staat te richten, want zijn laser gaat omhoog. Mag ik dit zo wel? We hebben ze, nice. Oké, eindelijk is het gelukt. Zijn er nog meer, hè? Ja, dan gaat hier een gevecht komen, denk ik. Ja, zie je? We hebben al een gevecht. Oké, die zijn uitgeschakeld. Daarachter zijn ze nog. Smart grenade, you're dying. Uitgeschakeld, nice gedaan. En we zijn weer geregrouped. Cool. Get off the X. Move out. We got no cover on this street, boss. The ambulance. That's our cover. 100 meters. Go.
Checkpoint reach, nice. Nog een. Gaan we weer. Kom op, doe het jongens. Kom op, doe het. Push, push, push. Weer een checkpoint breach. Oh, dat ging gevaarlijk. We hebben ze denk ik voor nu, dus ik ga weer pushen. Ja hoor, nice. Oh jee, oh jee. Oké, ik kan hem niet teruggooien blijkbaar. Ik wil hem teruggooien. Oké, okay, weer duwen gewoon. Lijkt erop dat we ze hebben. Sick. Oké, okay, nou, geef het allemaal met hybrid sight. Oké, okay, dat hebben we gedaan. Hier is niks meer. Nope. Let's go. Ik mis wel mijn double jump en mijn exo abilities, dus dat is wel jammer. Wat is dit voor gun? Glow sticks, oh jee, dat doet me denken aan daylight. Glow sticks en rolstoelen, dit lijkt wel een daylight easter egg of zo. Ga maar eerst. Weer checkpoint reach, altijd fijn natuurlijk jongens. Vooral op veteran, dan leef je van de fucking... Oh jee. Dan leef je van de checkpoints en... Jullie zien dat als ik die checkpoint niet had, ik hier gewoon, het was gewoon klaar dan. Nog een poging. Oké, okay, nice. Alle gasten dood. Wow! 3, 2, 1. Waar is hij al? Gelukkig is hij dood. Goh, wat zijn er veel enemies hier, zeg. Jezus. Intel, dat is wel nice. Ik vind er zoveel per ongeluk, hè. Het is gewoon puur mazzel en een beetje goed rondkijken. Daar is hij. Ik zie hem lopen. Ik denk niet dat hij nog opstaat. Oeh, die MK14 klinkt wel heel lekker hoor in deze game. Oh. Oh, sick. Uitschakeld, nice. Oké, okay, we hebben het gedaan. We kunnen door. Ja, we kunnen door. This is it. Mitchell, hit the door. Will do. Thank you.
Don't shoot! Mitchell, grab it. Oh, we hebben het gewoon fucking goed gedaan. Seen your pal Hades recently? I won't talk. Yeah, that's what they all say. Just before the screaming starts. You think this will change anything? You have no idea what he's capable of. You are all dead. We are dead. Not today. Bag and drag him. With pleasure. Mitchell, on me. Wat een lul, zeg. Oké, we hebben hem in ieder geval. We gaan nu weg hier. Het zal ook nogal lastig gaan. Ik denk dat we heel veel enemies op ons pad gaan krijgen op de weg terug. Dus ja, ik weet niet waar ik me klaar voor moet maken. Wow, het gaat zo snel, hè. Niet normaal. Checkpoint. Wow! Reactionary forces are inbound. We got you covered. Now you take the doctor and move out while you can. I'd like to know who's watching my back, mate. That's classified, mate. Sure we're okay with this, boss? Not sure we have a choice. Wow, dat ziet er wel heel tof uit, hoor. Niemand hier, oké. Nou, wegwezen dan. What the hell was that? Fuck knows. On the bikes, move. Oké, we gaan terug, jongens. Get on the bike. Of we gaan verder, ik weet niet wat we gaan doen. Go, go, go! Shit, shit. Oh man. Prophet, target is secured. Taking him in for interrogation. Wat een game! Wauw! Jesus! Hoe vet was dat? Echt jongen, die gast, dit is echt gewoon een mannenspel. Dat is het gewoon waarschijnlijk. Dat maakt het zo sterk. Hoe die stond zo, die arm. Oh man, wat vet. Ik hoop dat jullie het ook vet vonden. Laat die like achter. Ik hoop dat jullie abonneren als jullie nieuwe kijkers zijn. En natuurlijk de volgende parts ook weer gaan checken. Thanks voor het kijken en tot de volgende video. Later gasten.